Onze mooie wijk De Valuwe is iets bijzonders aan de hand. Er is een mooi nieuw project Tuinmaatjes geheten. Maar wat dat precies is, ja, dat zullen deze mensen mij moeten vertellen, want ik weet het niet precies. Ik ben Paulien Kempen. En ik ben Wil Roeven. En ik ben niet namens Verder Lied, maar namens Groei en Bloei hier. Maar we hebben samen, zeg maar, werken we samen aan deze projecten. Ja. Nou, Paulien, kun jij mij vertellen van... Wat is het? Wat is Tuinmaatjes? Ja, in het kader van 10 jaar bestaan van Verder Lied hebben we bedacht om een aantal mensen in de wijk die zelf de tuintjes niet kunnen onderhouden vanwege allerlei omstandigheden, om daar de tuintjes op te knappen. Dat is wat wij nu aan doen. En Tuinmaatjes zijn alle mensen, we werken samen met Mooiland, met Socium, met wie nog meer? Met Groei en Bloei. Groei en Bloei, de gemeente, in ieder geval een aantal instanties die ons meehelpen. En Paul Elbers die levert de plantjes. Dat willen we ook even noemen. Ja. Kijk. En hoe zijn jullie dan aan deze tuinen gekomen? Hebben jullie door de wijk gelopen en gezegd van, nou, het is hier een beetje rommelig? Of hoe ging dat? Nou, de wijkmeester die kent natuurlijk alle mensen hier in de wijk. En die is bij een aantal mensen langs gegaan. Socium heeft daarmee geholpen. En Mooiland, zeg maar. Die zijn van tevoren al eer rondgegaan om te kijken waar het echt nodig was. En die hebben aan de mensen, de bewoners, uitgelegd en gevraagd, kunnen we u helpen? Ja, en die zijn hartstikke blij. Tenminste, ze werden heel enthousiast ontvangen. Dat heb ik wel gezien. Ja. Ja. Op hoeveel plekken zijn jullie bezig? We zijn totaal 4 plekken bezig. Dus hierheen, daar op de hoek, bij het tunneltje. En dan in de Rembrandtstraat en Rozenobel. Dus en dat zijn inderdaad mensen die dus niet zo, die eigenlijk niet meer zo capabel zijn om in de tuin te werken. Dus vandaar dat wij inspringen. Ja. En ik heb begrepen, het is niet zomaar in de tuin werken. Er wordt echt met graafmachientjes gewerkt gisteren. Ja, uiteraard. We hebben heel wat spullen eruit moeten halen. Hè, voordat, want het was zo verwilderd. Ja. Dus en dat is eerst uitgehaald met wat brute kracht, zullen we zeggen. Ja. En nou, vandaag zijn we gelukkig weer alles erin te zetten. Ja. En is dat dan ook in overleg met de bewoners? Of zeggen jullie van, nou, dit krijg je, dit zetten we in jullie tuin? Nou, we zijn samen met MOEC-werk langs de bewoners gegaan. Maar de meeste bewoners zeiden van, ik vind het als het nou leuk is. Ja. Is dit iets om op langere termijn nog te gaan doen? Vaker zoiets? Ja, we gaan het nog evalueren. En dan gaan we kijken hoe we dat verder gaan doen. Het wordt wel 2 keer per jaar bijgehouden, zeg maar. Die tuintjes, zeg maar, zodat ze wel netjes blijven. Dat is ook... Door jullie weer? Nee, dat gaat via Kasmoes. Dat is een organisatie, zeg maar, die werkt met mensen die asielzoekers, zeg maar, die leren om weer aan de gang te gaan. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat nou veel mensen uit de buurt dit zien en zeggen van, nou, dat wil ik ook wel. En dan, dus kijken of het een olievlek kan worden. Ja, dat zou het mooiste zijn, hè? Dat de buurt, zeg maar, samen met de bewoners die het niet meer kunnen, om die, zeg maar, te inspireren om toch wat meer in de tuin te gaan doen. Ja. Dit is in het kader van Verder Lied bestaat dit jaar 10 jaar. Zijn er nog meer van dit leuke acties die er komen? Ja, we krijgen allerlei festijnen, feestje en ik weet zelf nog niet precies wat er allemaal komt. Zo uit mijn hoofd, we krijgen een gedichtenroute wordt er aangelegd. We hebben een labyrint aangelegd, dus de tuin die wordt alleen maar mooier. Ja. Dus iedereen die nog meer wil weten over dit mooie project of over Verder Lied, kan daar nog altijd terecht? Ja, die kunnen altijd vragen. Bij Verder Lied ben je altijd welkom. Je krijgt koffie, thee, wat je wilt. Je kan meehelpen. En voor vragen staan we altijd open. Ja. Nou, dank jullie wel voor de tijd. En dan hou ik jullie maar niet langer van het werk, hè, want het moet wel af vandaag. We hebben wel wat te doen vandaag. Okay. Dat is goed, wel, ja. Okay. Nou, dank je wel. Graag gedaan.